zwom je tenen daar. Gewoon in zonneschijn kan je ons hier vinden. En wat doen jullie dan? Ja, gewoon chillen, waterpijp roken, een beetje drinken, whisky. Geniet van het moment dus. Ja, geniet van het moment. Geniet van de dames vooral. Nesselande Del Mar, dat is inmiddels de bijnaam van deze wijk aan de Zevenhuizerplas. Bewoners werden er naartoe gelokt met het vooruitzicht dat ze konden genieten van de luxe rust en schoonheid van dit gebied. Maar nu ze lekker in de zon op hun balkon kunnen zitten, is er vooral irritatie. Zuipende, slikkende, schreeuwende, brommen racende, op straat urinerende jongelui. Die daarbij ook nog een hoop kabaal maken. En vooral de scooters. En gepimpte auto's waaruit enorm harde muziek klinkt en dergelijke. En dan kunnen wij elkaar hier soms niet meer verstaan op het balkon. Op het moment dat wij komen draaien is het nog relatief rustig. Maar het afgelopen weekend liep het behoorlijk uit de hand. De bereden politie moest enkele charges uitvoeren om de jongeren in de hand te houden. We mogen van mij allemaal lol maken. Want ja, uiteindelijk zijn we zelf ook jong geweest. Maar er staat natuurlijk een verschil tussen lol maken en er een klerenzooi van maken. En ze maken er gewoon een klerenzooi van. Het interesseert ze gewoon niet. Roel Visser van de Vereniging voor Eigenaren van deze flat deelt inmiddels flyers uit aan de bewoners van de boulevard. Daarin roept hij op om zoveel mogelijk klachten in te dienen bij de politie. Als ik en buurman hiernaast alleen bellen, dan denken ze, oh, daar hebben ze die zeikers weer. Als we met z'n allen bellen, dan denken ze misschien eerder van, nou, dit zijn gegronde klachten, meer mensen hebben er last van. De deelgemeente Alexander is bekend met de problemen en zoekt samen met de politie naar een passende oplossing. De klachten die zijn sinds een aantal dagen, de ernstige klachten, bij ons bekend. En we hopen op korte termijn maatregelen te kunnen treffen. Zoals? We hebben een aanvraag lopen bij het stadhuis, bij de burgemeester, om alcoholverbod in te stellen. Hetzelfde wat we kort geleden in Prinsenland gedaan hebben. We zijn bezig om een intensievere inzet van stadswachten erop te zetten. Dat zijn allemaal beginnende stappen om tot een beter verhaal te kunnen komen. De jongeren zelf lijken zich vooralsnog van geen kwaad bewust te zijn. Ik kan begrijpen dat omwonenden daar last van kunnen hebben. Maar ja, je moet ook denken dat jongeren ook hun leven moeten leven. En toch moeten genieten van het moment. Het hoort er ook wel een beetje bij op zo'n plek. Je leeft maar één keer. Daarom.